Creative Cloud Libraries. Ze zijn al geruime tijd in onze nabijheid. We kennen ze ongetwijfeld vanuit InDesign. Paneeltje hier aan de rechterkant. Ze zijn ook aanwezig in Photoshop, eveneens paneel aan de rechterkant. En ook in Illustrator uiteraard. Maar wist je dat je die CC-libraries ook zeer eenvoudig kunt gaan beheren vanuit de Creative Cloud Desktop app? Nee? Zeker blijven kijken dan. De Creative Cloud Desktop app is bij de meeste van jullie wel gekend als de plaats waar dat je moet zijn voor de installatie van je software, voor de wekelijkse of tweewekelijkse update die ze naar ons hoofd slingeren. Maar verder merk ik toch in opleidingen hier bij de Talent Academy dat er nog veel onontdekte delen zijn van de Creative Cloud Desktop app. En daar gaan we nu een keer induiken. Als we hier bovenaan kijken namelijk, dan zien we daar een optie Apps, Files, Discover, Stock en Marketplace. En we gaan onmiddellijk naar Files en dat brengt ons eigenlijk hier bij de Cloud Documents. Nu, Cloud Documents zijn een heel ander verhaal. Ik ga met jullie een kijkje nemen naar CC-libraries. En als we daarop klikken, dan krijg je netjes een overzicht te zien van al de bibliotheken waar dat jij al over beschikt, die je zelf aangemaakt hebt, die mogelijk gedeeld zijn met u. En hier kunnen we die ook compleet gaan beheren. En dat is eigenlijk zeer eenvoudig. Nu, ik ga als voorbeeld een library maken voor een eenvoudig projectje. Voor een klant, een burgerrestaurant waar we voor werken. En die klant die heeft mij wat middelen gestuurd. Dus ik ga beginnen met een nieuwe bibliotheek aan te maken. En ik noem dat burgers. Ik klik op Create en hier is onze nieuwe bibliotheek. Nu, bibliotheken die kunnen zeer netjes ingedeeld worden aan de hand van groepen aan de linkerkant. En ik weet al ongeveer wat de klant mij gestuurd heeft. Laten we een keer kijken. Hij heeft mij zijn logo gestuurd, een aantal labels, title treatments van de hamburgers. Als ook hier enkele visuals van de hamburgers die daar gemaakt worden. En die wil ik allemaal in een bibliotheek stoppen, zodat ik die altijd bij de hand heb als ik dingen voor die klant moet gaan maken natuurlijk. Dus wat zien we daar? Product shots, title treatments, labels en logo's. Dus ik ga hier onmiddellijk duiken in de groepen. Ik noem dat logo's. Ik maak een nieuwe groep. Ik noem die product shots. We maken nog een groepje. Hebben we labels bijvoorbeeld. En wat hadden wij nog? De product shots, labels en de title treatments. Dus zoals dat je kunt zien is het zeer eenvoudig om je bibliotheek netjes in te gaan delen in groepen. Nu, ook elementen toevoegen aan je bibliotheek. Misschien heb je dat wel al een keer gedaan vanuit Adobe-applicaties, door dingen daarin te gaan slepen of kleurtjes daarin te gaan plaatsen. Maar ook dat kunnen we eigenlijk zeer eenvoudig gaan doen via de desktop en de Creative Cloud Desktop app. Ik heb mijn map met library assets hier al opengezet, dus al die zaken die mij zijn toegestuurd. En check this out, super eenvoudig. Ik heb hier die logo's van de klant. Ik sleep die gewoon hop in die groep logo's. Ik heb hier de labels, die sleep ik uiteraard in de groep labels. En dan hebben we nog de title treatments, die gaan hierin. En vervolgens neem ik mijn PSD-bestanden en die doe ik in de product shots. Zo, als ik nadien een kijkje ga nemen in bijvoorbeeld Illustrator, dan kunnen we hier zien mijn bibliotheek labels. De PSD's zijn nog aan het uploaden, maar super easy, barely an inconvenience om uw eigen bibliotheken zo te gaan aanvullen en beheren. Dat was een korte tip, maar zeker een waardevolle tip. Tot de volgende!